Wow, kijk nou, dit is gek. De hele inhoud van die kast staat dus daar. Echt alles wat hier staat, dat is eigenlijk nog best wel veel. Dat verbaas ik me altijd over. Ik verbaas me... Die kast is bijna leeg aan de bovenkant, maar dit is vooral uit die lades. Uit die lades, ja. Ik verbaas me altijd hoeveel er in een kast kan. Echt, je kan niet zonder kasten. En guess what we gaan doen, Hans? Zonder een kast leven. Ik heb namelijk die... Ik dacht, we zijn nieuwe kast kopen, maar dat is de volgende stap. Die kast hebben we op Marktplaats gezet, die gaan we verkopen. En Hans denkt dat het heel erg leeg wordt. En het wordt ook heel erg leeg. Ja, maar... ik zeg echt wel de eerste nieuwe kast moet kopen. Het is wel een beetje gek als je daar nu zo'n stopcontact ziet. Ja, was ik een beetje vergeten dat die daar... Ik was een beetje vergeten dat die daarachter zat. Nou, dat is wel gelijk een reden om die gelijk te vullen met een echt stopcontact. Maar er komt uiteindelijk een nieuwe kast. Maar weet je, het is Hans, ik vind het nu een beetje een rommeltje. Gewoon hoe alles bij elkaar staat, dan heb ik hem liever snel weg. Je moet de afval niet meer in de kamer zetten. Dat is waar. Dat is een goed punt. Nee, maar het is wel een beetje een rommeltje met al die verschillende kastjes. En daar staat een kastje. Moet je kijken. In misschien 10 vierkante meter, nee minder dan 10 vierkante meter, staan vier kasten, bruine kasten. Ja, dat is wel. Dus daarom, ik ben blij dat die weggaat. En die gaat uiteindelijk ook weg. Ik? Ja. En die bewaar ik en die ook. Dat is de piano natuurlijk. En it's gone. Dat is echt heel gek. Echt heel apart. Maar het is wel heel veel beter. Ik vind dat er heel veel meer rust is in de woonkamer. En vooral als je dan bedenkt dat hier... Ja, natuurlijk als straks de kerstboom weg is, dan zal het wel een heel stuk leger zijn. Maar ik vind het wel echt heel veel beter. Dit kan alleen als je ziek bent, hè, Sarah. Baby TV kijken met papa. En wat grappig is ook, dit vinden ze gewoon echt heel erg leuk. Ja, kijk ook nog eens echt. Ze was helemaal aan het huilen omdat het niet zo lekker is. Ik heb haar denk ik aangestoken. Of ze is gewoon aangestoken door iemand. Net als ik. En ze was allemaal aan het huilen. Maar ze vindt dit niet een leuke aflevering. En ze kennen ze al, of niet? Nee, deze kent ze niet. Oh. We zoeken een andere, Sarah. No worries. Zal ik dan over je rugje wrijven? Kijk, zie. Dit vindt ze goed. Ja, Sarah, dit gevoel heb ik ook altijd in IKEA. Ik geef me over. Ik koop alles. We zijn weer in IKEA. Dit is lang geleden, Hans. Is wel leuk, hè? Ja, we zijn even bij banken aan het kijken. We komen voornamelijk voor andere dingetjes. Maar we zijn nu eventjes hier gestrand. We wilden eerst deze bank kopen, maar als we hem nu zien... Kijk dan hoe lelijk die stof al gelijk zit. Nou goed. Ja hoor, ga je nu ook nog mee bemoeien? Zoals aan het wijzen met de wijzingen. Ik was aan het nadenken over deze kussenslopen. Vind je die zo leuk? Oh, toch niet. Vind jij ze leuk, Hans? Deze? Ik vind die wel leuk. Ik vind die ook wel leuk. Ik twijfel een beetje nog. Hans, daar is het wijsvingertje weer. Die. Ik denk dat ze toch echt die wil. Ben je weer lekker thuis? Maar wat ik het grappige vind, is dat stoeltje hier, je moet deze er eens naast zetten. Terwijl die bij ons thuis echt groot lijkt. Oh nee. Weet je ook deze? Maar het scheelt niet veel. Hij lijkt heel goed. Oh, zie je Sarah en jou daar al zitten? Oh. Oh, wat leuk, Sifra. Zegt Sifra, hè? Net. Zegt leuk, Hans. Ze hebben dit stoeltje, hebben ze nu ook in een andere kleur. Op de camera ziet het wel goed trouwens, dat er twee verschillende kleuren zijn. Except it isn't. Nee, maar zie, dit lijkt meer een beetje beige. Ik dacht, wow, wat vet. Dus ik heb Sifra even mijn bril geleend, want die zag het echt niet meer. Ik dacht, oh, wat vet. En dan heb ik nou, het zou wel leuk zijn als je een beetje net een andere tint hebt. Daarom? Nee, ik dacht twee echt bruine kopen dan. Oh. Hey, maar ik ben nog steeds mijn bril kwijt. Hè? Mag ik dat even zeggen? Nog steeds mijn bril kwijt. Ja, ernstig. Maar het is echt heel vervelend, want net zag ik lampen aan voor servetten in de verte. Oh, er liggen de servetten. Ik zeg, Sifra, dat zijn ledlampen. Oh. In de verte leek het wel leek van die gele servetten, weet je wel, daar zit een gele pak in. Ja, het is goed verhaal, je komt er niet onderuit. We hebben wel, dat zie ik wel, namelijk, een kleed gescoord. Is dit een kleed? En een tafel. Voor ons doen hebben we heel veel gekocht. We gaan altijd naar IKEA en kopen heel weinig. Ja, klopt. Dit is wel veel voor ons. Ja, want daar zijn altijd van die twijfelkonten. Ja, dus we hebben wel gezegd Mocht je ons nog niet kennen. We hebben wel gezegd nu van we moeten beslissingen maken. We gaan een kleed kopen. We gaan spulletjes kopen, lamp kopen, kussens kopen. En we gaan straks... Maar we zijn vandaag echt in beslissing mode. We zijn... Ja, daarom wil ik straks naar huis en ik wil het ding gaan bestellen. Want nu zijn we aan het beslissen en morgen zijn we weer aan het twijfelen. Ja. Dus we gaan straks een tv-meubel bestellen. Dat je het weet. Oh. Oh, er is een meisje vermist. En ook echt, ze wacht op haar ouders. Ze heeft een rokje aan. Kom, we gaan erop halen. We nemen er mee. Ik zou er zo meenemen. Ken je dat? Dat je soms heel erg dagen hebt dat je echt...
van het doorpakken ben. Dat heb ik bijvoorbeeld met kleding uitzoeken. Dan kan ik in één dag kan ik echt alles uitzoeken, ja, en heel erg rigieus dingen. Van, en nu ga ik al die kleren kopen. Dat heb je vaak. Oh, dat herken ik niet. Maar wat ik wil zeggen is dat je dan in één keer alles kan, opruimen. En alles, in één keer heb je gewoon die modus. En dan moet je het ook nemen. En dan moet je dat ook doen. Vandaag hebben we echt allebei de modus dat we gewoon beslissingen kunnen maken en kopen. En ook we hebben ook andere momenten dat we denken, nee, het is allemaal te duur en daar hebben we geen geld voor. En vandaag hebben we er blijkbaar wel geld voor. We hebben wel een uitgeef voor. Ja. Oké, ik wist dat ze deze keukentjes hadden. Maar zouden ze ook dit servies verkopen? Kijk nou. Wacht, ik zal even ter... Kijk, dit is mijn hand. Kijk nou. Oh, en dit. Oh, en deze. Oh, ik vind het echt heel leuk. Zouden ze dit ook verkopen? Volgens mij is dit niet van IKEA. Deze was mij wel. Volgens mij die spulletjes erin niet. Oh. Wil je een kopje koffie met een beetje melk? Echt leuk. En ligt er iets in de schatkamer? Niks in de koopbezoek? Ah, oh, jammer. Ik hoop dan altijd dat we onze spullen daar tegenkomen die we net hebben gekocht, die we besloten hebben en dan tegen een cheapere prijs. Ook ons kleed niet, want die ligt daar best wel vaak. Oh, wat stom. Oh, die vind ik zo leuk. Dat bankje. Ja. Zou die niet in de gang kunnen? Zou ook heel leuk als salontafel. Volgens mij is het bedoeld als salontafel. Niet als bankje, of wel? Nou, volgens mij niet een bankje. Ik zou hier niet op gaan zitten in ieder geval. Oh, hij is verkeerd in elkaar gezet. Ja, gewoon hier. Ik heb gewoon de schroeven niet aangeduid. Doe je dat? Dat is wel een leuk ding. Ik ken deze helemaal. Ja, ik wel. Hij is ook leuk als salontafel. Kunnen we ook tijdelijk als salontafel gebruiken? Hé, hey, niks tijdelijk. Beslissing maakt je. Ah, denk je de goede kopen. Omdat ik zoveel van jou hou. Heel benieuwd of je hem lekker vindt. Ja, wel lekker. Niet echt mijn koekje. Dit is een gemberkoekje. Ja. Wist je dat? Ik moet in het wel, ja. Ik voelde het niet heel goed. Maar zie, Hans zegt altijd dat hij gemberkoekjes niet lekker vindt. Maar dan is het ook echt mijn plant, hè? Hè? Dan is het ook mijn plant, zei ik. Ja, ik heb deze plant uitgekozen. Siva wilde geen plant kopen. Deze was maar €17,50. Koop je, zeg ik. Doen, zeg ik. Maar Siva wilde niet. Ik mag één pot kiezen, Hans. En ik mag één pot kiezen van die drie. Maar we hebben ze alle drie even meegenomen, want we konden niet kiezen. Maar ik heb geveto'd, we hebben melk meegenomen, maar ik ga ervoor zorgen dan, oké? Deal! Oké, allemaal heel erg leuk dat we natuurlijk naar de IKEA zijn geweest. Maar ja, die tafel, die is dus nu nog vol. Dus die ga ik nu aanpakken. Alleen het enige probleem is, nu we dus geen kast meer hebben, en we ook geen kast bij IKEA hebben gekocht, was ook niet helemaal het plan hoor, maar either way, denk ik van, oké, waar moeten we dit allemaal gaan neerleggen? Oh Hans, ja dat heb ik altijd, ik kom dan allemaal dingen tegen. Ik zag het gisteren ook al liggen. Pingpong. Ja, pingpong. We hebben afgesproken dat vanavond deze tafel leeg moet. En het is nu 7:15. Maar als die tafel leeg is, kunnen we pingpong. Daarom! Okay, nee, even serieus. Wat is de beloning dan? Ik vind het zo leuk om pingpong te spelen. Tafeltennis. Maar even niet zelfs voor mij. Dat is wel serieus zo. Ik ben hier heel goed in. Zeg eens eerlijk. Zeg eens eerlijk. Nee, ben je serieus? Je weet dat ik er goed in ben. Ja, doeg, Siva. Als die tafel leeg is, dan is het niet de basis, oké? Dat is echt zo. Jongens, jullie kunnen het karretje wel weghalen. Maar dat is nog steeds mijn plekje hoor. Dit is toch te schattig. Kom, protesten. Ik blijf hier. Net zolang dat karretje er is. Ik vind het wel snel, want hij ligt heel graag. Oh, waar moet hij nou liggen met vuurwerk? Ik zou hem bijna laten staan voor het vuurwerk. Ja, maar ik kan lekker onder de bank als je wil. Nee, dat is niet goed, papa. Hij gaat echt zo bijzonder. Hij ging onder de kinderwagen liggen. Oh. Die kunnen we ook laten. Hallo, maar hij gaat dus nooit, dat valt me echt op. Hij gaat nooit onder de keukenkastjes liggen. Hallo. Een hele zee. Wat zei Hans? Was hij daaronder? Ja. Ja, daar pas jij onder. Mooi hondje dat je bent. Oh, wat sta jij mooi bij onze keuken en onze vloeren, echt. Oké, nou, daar komt dan eindelijk het moment hoor, dat we het kleed gaan uitrollen. En ik ga hem timelapsen.
Want dat doen we nog niet genoeg, Hans, een timelapse. Dat is echt vet origineel. Een timelapse in de vlog. En hoe staat dit? Even afstandje nemen en kijken. Ik vind dat het kleed meer naar links moet. Meer naar links moet? Ja. Wat bedoel je? Meer naar de muur. Dat is niet links, dat is naar achter. Oké. Okay. En eigenlijk wil ik hem dan morgen voor oud en nieuw hier neerleggen. Fuck. Meer naar de muur moet, ja, is goed. Vind je niet? Mooi staan. Ik vind het ook heel. Het lijkt veel groter. Ja, het lijkt veel groter. Je bent, hebt echt dit geground, zeg maar. Dat, ik weet niet, heb je dat zelf bedacht dit jaar of niet? Je, ik weet het niet. Ja, Sifra zegt wel eens, en Sifra weet niet of ze niet hebben overdacht, weet nog niet. De spullen in mijn kamer die moeten geaard worden, zeg maar. Bijvoorbeeld door een kleed of een groot meubelstuk. Nee, ik maak geen grapje. Echt. Heb ik dit gezegd? Maar dit werkt echt, zeg maar. Want nu zie je dit. Ja, ik vond dat het te veel zweefde. Ja, ik vond dat te veel zweefde. In deze kamer, nu is het ja. Geaard. Ja. Ja, ik weet niet of geaard het goede ding is. Zeg je dat? Ik vind aarde echt. Ideaal, dat is, je huis wordt toch ook geaard? Ja. Echt geen... ja, ik vind het wel goed bedacht. Ja. Heb ik dat goed bedacht? Geen idee, of ik gelezen heb. Oh, nou, zo. Dat soort bijna. Ja, ik bedacht dus net wel, ik zei net tegen Hans. We hadden gewoon, ik zat te denken, waarom gaat dit zo onhandig? Hoe zouden andere mensen dat kleed nou onder die tafel hebben gelegd? Toen dacht ik, oh duh, ze hebben die tafel natuurlijk weggetild, kleed neergelegd. En naar die tafel opgetild. Maar ik dacht, dat kleed rolt heel makkelijk uit en dat gaat zo wel, maar niet dus. Maar even, oh, ik ben hier echt heel enthousiast over. Ik ook, maar het breekt ook, zeg maar. Zoveel mooier. En de vloer is natuurlijk al wat eiken, dus het was een beetje... Ja, je zou niet denken dat het leuk zou staan, omdat het allemaal bruin is. Maar echt, het staat super. En ik vind het heel mooi bij de keuken staan. Nou, Hans, je plant heeft een plekje gekregen. Sorry, het is heel flauw, maar ik word echt met totaal iets anders bezig. Ik ga de slinger afhalen, ik vind het veel leuker. Van die heb je niet meer? Ja, ik weet het veel leuker. Wat dan? Ga ik je zo laten zien. Ik ben heel benieuwd. Geef het aan. Oké, goed, dan laat ik even de rest van het huis inmiddels zien. We zijn de rest van het huis een beetje aan het stylen. Ik heb er 3 keer Hans heen en weer laten lopen met die planten. Serieus, al die planten prima, maar die cactus is zwaar, jongen. Ja, die ik zou denken zwaar. Dat ik zwaar heb, deze week heb niks. Die cactus is echt heel zwaar. Ja, die cactus is echt heel zwaar. Dat komt omdat het helemaal massief is, het zit helemaal vol vocht. Maar goed, we hebben alles heen en weer geschoven. Ik wil daar uiteindelijk een lange, grote plant. Eigenlijk wil ik zo'n fig leaf, een vioolbladplant. Maar goed, dat hebben we nog niet. Dus, en dit stond daarachter een beetje goedkoop. Dat groen is net te licht of zo. Het stond gewoon niet mooi. Je moet er echt een donkergroene plant hebben. Want anders lijkt het weer goedkoop. En ik vind het juist wel leuk dat het een beetje chic lijkt. Tenminste, een beetje chic, ja. Dus, en vooral bij die lamp vind ik dat mooier. Dus er moet een donkergroene plant. Dus nu hebben we daar even de cactus. En die hebben we nu even op een onderzettertje gezet. Zodat die ietsje hoger is. Want anders viel die een beetje weg achter de tafel. En hier nu deze plant. En die gaat uiteindelijk weer een keer naar boven. En dan hebben we hier nu nog een plant. Die hadden we al. Maar die heeft nu een potje gekregen. Maar ik moet hem nog wel heel even ompotten hoor. Zo goed. Hans zei dat ik het einde van de vlog had gedaan. Ik was geëindigd met een hoge intonatie. Hij zegt, je kan niet eindigen met een hoge intonatie. Dan, hoe knip ik dat dan? Dan lijkt het alsof ik al geknipt heb in je zinnen. Hij zegt, je stopt gewoon met een hoge intonatie. Dan druk je de vlogcamera uit. Hij zegt, dat kan niet. Die hadden we al, maar die heeft nu een potje gekregen. Dus nu heb ik dit er maar achter gezegd. En het is ook echt zo. Ze moeten nog allemaal overgeplant worden. Maar dat zie je toch niet. Who knows? Oké, Hans, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat... Zal ik eens raden? Nee. Oh. Ga je er buiten? Ik zie een hashtag.
Happy hashtag New Year's Eve. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel een hipper, toch? Dat is wel heel wat hipper. Ja, hoppa. Wow, wat ben je in één keer cool geworden. Zo 2.0 is het. Maar heel veel mensen hebben die hashtag. En? Zo van... Oh, heel veel mensen gebruiken deze hashtag. Ja. Ja, dus eigenlijk zou er moeten staan... Happy hashtag de New Year's Eve van Hans en Sifra. Ja, dat bedoelde ik. Ja, dat is waar. Ik ben blij dat er nog plakkers op de ramen zat van de vorige slinger. Daar stond Merry Christmas op.